echt, voorzitter? Was dit het blokje zelfreflectie? Dus de zelfreflectie bestaat alleen maar uit, ja, we hadden misschien in retroperspectief beter voor emotie over veiligheid. Dat was het. Dit was de zelfreflectie, voorzitter. Heer Van Weijgaarden. Ja, voorzitter, ik ben volgens mij net heel helder geweest. Ik zie aan mevrouw Beckerman dat zij meer had willen horen. Maar ik denk dat wat ik net heb gezegd, waarbij ik ook heb aangegeven, we hadden als Kamer, we hadden als fractie scherper moeten zijn. Ik heb een motie als voorbeeld genoemd waar wij bijvoorbeeld destijds tegen hebben gestemd. Als je die, en er zijn nog meer voorbeelden van dat soort moties. De commissie verwijst daar ook naar. Het betreft ook niet alleen onze fractie, het betreft ook andere fracties. Maar ik heb het nu over mijn eigen fractie. Wij hebben daar destijds voor gekozen om op dat moment. Dus overigens was er overigens een motie van mevrouw Mulder. Ik heb hem hier ook bij me. Hebben wij daar tegen gestemd. En wij hadden wat dat betreft gewoon scherper moeten zijn. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, vooropgesteld, het gaat mij absoluut niet om de heer Van Weijgaarden zelf. Maar voorzitter, kijk, toen ik dit debat voor... Laat ik even beginnen trouwens bij de woorden waar de heer Van Weijgaarden mee begon. Met die jongeren waarmee we spraken. En dat het hem geraakt heeft. Want mij heeft dat ook geraakt. Hè? Dat jongeren zeggen, mijn broertje heeft een woedeprobleem en ik heb een slaapprobleem. Dat ze zeggen, ik weet, durf niet verder te kijken dan een middelbare school. En als ik zoiets hoor, dan denk ik, wat had ik kunnen doen? Wat hadden wij moeten doen? Wanneer hebben we het verkeerd gedaan als Kamer? En dat gaat dus niet alleen over moties waar je wel of niet voor hebt gestemd. Dit gaat over iets veel fundamentelers. Dit gaat over de rol en de taakopvatting van onze Tweede Kamer, voorzitter. En volgens mij kunnen we dat niet afdoen met een paar zinnetjes. De heer Van Weijgaarden. Nou, ik ben dat in hele grote mate met mevrouw Beckerman eens. Ik denk dat we, en dat is ook een van de aanbevelingen die deze commissie doet. De commissie doet natuurlijk niet alleen maar aanbevelingen die betrekking hebben op het kabinet. De commissie doet ook aanbevelingen die betrekking hebben op hoe wij als Kamer onze rol invullen. En ik denk dat de manier waarop wij dat als mijnbouwwoordvoerders met elkaar ook in de afgelopen periode hebben trachten te doen, door inderdaad naar Groningen toe te gaan, met Groningers in gesprek te gaan, dat daar een ontzettend belangrijk onderdeel van is. Ik vind ook deze enquêtecommissie, dus het inzetten van parlementaire instrumenten, daar een ontzettend belangrijk onderdeel van. Ik vind het wat dat betreft ook symbolisch dat de commissie het rapport in Zeerijp heeft gepresenteerd. Iets wat bij mijn weten nog niet eerder is voorgekomen. Dus buiten de muren van dit gebouw. En ik denk dat een voorbeeld is dat ons moet aanzetten tot nadenken en ook tot bezinning. En dat zegt mevrouw Beckerman in feite ook. En daarom ben ik het ook met haar eens. Tot een bezinningsproces op hoe wij onze rol als Kamer invullen, ook in reactie op dit rapport. En ik zeg daarbij ook, als ik zo vrij mag zijn, dat ik denk dat dat ook iets is om in de Kamer met elkaar over door te denken in de kanalen die we daarvoor hebben. Tot slot, mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter. Kijk, we hebben hier eindeloos debat gehad over funderingsschade in Groningen. Ja, eindeloos aansprakelijkheidsdebat. Ik denk soms dat dat een symbool is. Dat we ook funderingsschade hebben in onze democratie. En dat die ook niet onder de aansprakelijkheid valt. Kiest u maar een nieuw leuk behangetje. En voorzitter, ik hoor de heer Van Weijgaarden bijna optimistisch, en dat is mooi als u dat kunt zijn, zeg je, dit debat moet een keerpunt zijn. Maar ik heb hier vaker gestaan. Ik heb hier gestaan in 2019. En toen kwam de premier met 3 keer excuses. Excuses voor de veiligheid die niet onderkend was, voor de schadeafhandelingen versterking, en de derde excuus was voor juridificering. En op al die 3 punten zijn we niet veel verder gekomen. Dat erkent de woordvoerder van de VVD ook. En voorzitter, ondertussen zijn er wel 2 wetten hier in de Kamer geweest. En talloze wetswijzigingen die ik heb ingediend, voorzitter. En de VVD stemde voor die wetten en tegen heel veel van die wijzigingen, voorzitter. En daarom durf ik niet te geloven dat we op een keerpunt zijn als we niet echt aan zelfreflectie doen en zelf dus met dit soort voorstellen komen die zorgen dat niet alleen de fundering in Groningen, maar ook de fundering onder onze democratie wordt hersteld. Heer Van Weijgaarden.
Ja, voorzitter, dat zijn grote woorden en dat mag natuurlijk ook. En dat past ook bij een groot onderwerp als dit. Ik heb net ook gezegd dat ik het mee eens ben met mevrouw Beckerman dat we ook naar onze rol als Kamer moeten kijken. En dat daar een bezinningsproces voor op gang moet komen. En daarom denk ik ook dat het kan. Dat heeft ook te maken met hoe wij als commissies te werk gaan. Laat ik het even beperken tot de commissie Mijnbouw en daarna een ander voorbeeld noemen. Kijk, ik vind het goed dat als mijnbouwwoordvoerders dat wij dus proberen zoveel vaker en meer in Groningen aanwezig te zijn. Wij wonen daar niet allemaal, we gaan er gewoon naartoe. Omdat je gewoon merkt dat als je onderaan de streep met de mensen, en dus niet met, als je onderaan de streep het hebt met mensen die gewoon echt de ontvanger zijn van de uitvoerende kant, de ontvanger zijn van de overheid, en dat zijn dus de inwoners van Groningen in dit geval, dat je dan tot hele andere inzichten komt dan wanneer je alleen maar spreekt met mensen die als het ware het lobbyfilter doorkomen. En dat bedoel ik op geen enkele manier denigrerend, want dat zijn gewoon belangenbehartigers, maar die hier in de Kamer komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is niet alleen met bestuurders te spreken en met belangenbehartigers professioneel, maar vooral ook met de ontvangende kant, met mensen zelf. En dat is een van de lessen van dit dossier en dat zou je ook breder in de Kamer kunnen toepassen.